Hey mensen van TheProGamer, Thomas.9 en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben Thomas en vandaag gaan wij de Razer Vest Pula unboxen. Boss Boxes is de site waar jij je maandelijkse lootboxes kan halen. Gebruik nu kortingscode TPG9ARMY en krijg gratis 10% korting. Oké, laten we maar eens beginnen met de doos. Zoals jullie kunnen zien staat hier een Razer Vespula. En Vespula staat in hele mooie kleurtjes. En daaronder staat Dual-Sided Gaming Mouse Mat. En dan hebben we hier aan de rechterkant van de doos het Razer logootje. En hier een kleine uitleg met de control surface. Dat is een service waar je iets precies op kan gaan. Bijvoorbeeld als je gaat editen, als je kleine dingetjes net wil wegknippen. Daarvoor denk ik dat ik dat ga gebruiken. En dan hebben we de speed service. Zodat we bijvoorbeeld als je in Counter-Strike lekker snel een headshot wilt schieten, kan dat daarmee. Verder staat de faster mouse movement en precise mouse movement. Dat zijn de twee verschillende dus. En dan hebben we hier natuurlijk het hele bekende... voor gamers, by gamers. Dat was de voorkant. Dan hebben we hier de zijkant. Als ik dit een beetje uit de kant haal, staat erop choose the winning side. En dan hebben we nog deze kant. Niet zo heel veel belangrijk, het Razer logootje. En dan hebben we hier de achterkant waar nog even de fuses op staan. Zoals ik toen het dus al zei. De muismat slipt niet weg. Hij reflecteert ook niet. En hij is gemaakt van een hard materiaal. En dit is het belangrijkste waarom ik hem heb gekocht. Vooral voor het comfort. Nummer 4, comes with een gel-filled wrist rest. Zo, waar je je pols op laat rusten, zeg maar, is gevuld met een gel. Het kussentje is gevuld met een gel. Dus het is veel comfortabeler dan wat de meeste muismatten zijn. En de grootte van de muismat is 30 cm bij 22 cm. Oké, dat was de verpakking. Dan gaan we nu deze bad boy even uit zijn hoesje halen. Dus het was allereerste uit het doosje meteen zien is het verwelkomingsbriefje die we kennen van Razer. En hij lijkt een iets andere vorm te hebben, maar schijnbedrieg, want als ik hem hier dus uithaal, heeft hij nog steeds precies dezelfde vorm als dat hij normaal heeft. Of volgens mij heeft hij nog steeds een iets andere vorm. Normaal heeft hij mist dit stuk niet. Ja, dit is dus van het Razer-team van dank u wel dat hij onze producten gebruikt. Nu kan hij nooit meer terug. Nou, dat klopt wel, want ik heb al een Razer Dead Adder. Razer kreeg 7.1 Goma. En hier dus ook de Razer Vespula. Wat daaronder zit, is dan natuurlijk weer de stickers. De bekende Razer stickers. Dus dit zijn de twee producten die je erbij krijgt. En dan de rest. Dat is een soort van... Dat is een boek die je open doet. Hier zit voor de rest niks in. Dit is gewoon leeg. En dan hebben we hier waar alles om draait. De Razer muismat. Dus ik ga hem uithalen. Voor de allereerste keer. En zo komt hij dan uit zijn hoesje zoals jullie kunnen zien. Dit is de kant die minder snel is voor als je bijvoorbeeld gaat editen. Je voelt ook echt het verschil. En als we hem dan omdraaien, zoals je kunt zien, is het ook hard case. Dus het is niet gemaakt van stof, van een hard materiaal. En dit is dan de speed kant. Dat kan je ook hier linksonder aan het logootje zien. Je kunt zien, zie je een timer van dat deze sneller is. Als hier bij het infotekentje. Ik denk dat jullie het verschil ook wel een klein beetje kunnen zien. Maar ik zal het zo meteen ook nog met mijn muis wat duidelijker laten zien. En dan hebben we aan beide kanten rechtsboven nog het logootje. En aan alle vier de kanten links, rechts en linksonder en rechtsonder hebben we de groene anti-slip. Zodat de muismat niet beweegt tijdens het gamen. En wat je er nog bij krijgt, zoals je hier kan zien, is het kussentje gevuld met gel. En hieronder dus ook anti-slip materiaal, zodat je muis niet beweegt tijdens het gamen. Dus deze leg je als de ondergrond neer en dan kan je zelf zo kiezen welke kant je wilt. Dus we gaan eerst de anti-slip testen. Zoals jullie kunnen zien, ik probeer hem met volle kracht te bewegen, maar het lukt niet. Het lukt niet. Je kan bewegen wat je wilt, maar er is geen beweging in te krijgen. Dus dat is sowieso een 10 out of 10. Daarmee struggelt. Het lukt je niet om dit ding te bewegen. Hij zit muurvast. Het lijkt net wat hij vastgelijmd zit. En met deze al helemaal. En dan nu de muistest. Hoe dat eruit ziet. Ik heb dus hier mijn Razer Dead Adder linkshandig. Want ik ben linkshandig. Je merkt wel dat hij iets minder glijdt als het goed is deze kant. Dus nu gaan we de speedkant testen.
Ja, zoals jullie kunnen zien, deze glijdt. Als je hiermee een FPS game wilt spelen, dan zit je zeker weten goed. Nog even de test, nog één keertje met de langzame kant. Dit was dus de review van de Razer Vespula. Mocht je nog andere reviews willen zien, klik dan even hier om je heen. Hier kunnen jullie ook nog onder andere deze muis vinden. De Razer Deadadder. De Razer Deadstalker. En natuurlijk de Razer Kraken 7.1 Chroma. Like en abonneer voor meer. Like nu natuurlijk op het blauw duimpje. En abonneer op het rode bakje. En dan zeg ik tot de volgende keer maar weer. Doei!